Wat sport je kan geven op het moment dat je in een rolstoel terechtkomt, is sowieso een stukje vertrouwen, maar ook het sociale. Je komt onder de mensen, je bent de deur uit. Het zorgt dat je weer terug in de maatschappij komt. Ik heb vanaf mijn 6 tot mijn 19 heb ik getennist, best wel redelijk hoog. Bij de junioren heb ik kringtraining, bondstraining gehad. En op mijn 32e, 33e ben ik ziek geworden en uiteindelijk op mijn 35e in de rolstoel terechtgekomen. Na mijn operatie moest ik het vertrouwen in mijn lichaam weer terugkrijgen. En dat heb ik dankzij tennis heb ik weer teruggekregen. Mijn ervaring is van geef vooral aan dat je dingen wil. Want er zijn zat mensen die je willen helpen. Alleen ja, ze moeten het wel weten. En pak die kans en ga dingen doen. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan wordt het zoveel makkelijker. Dat geeft zeker vertrouwen. Ja. En dat maakt dat je weer terugkomt in die maatschappij. En dat je gewoon zelf de hort op kan en weer dingen durft te gaan doen. Vanuit Nederlandse Loterij vinden wij dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom investeert Nederlandse Loterij in de gehandicapte sport in Nederland. We werken aan de toegankelijkheid van sportaccommodaties, vergroten de vindbaarheid van sportmogelijkheden in de buurt en organiseren activiteiten zoals Nederlandse Loterij Sporttour.